In Memoriam, Edwin Engels. 1932-2015. Beeldend kunstenaar in Rotterdam, waar ik hem destijds ontmoet heb. Ik denk in 1966 waarschijnlijk. En de laatste keer dat ik hem waarschijnlijk gezien heb, gesproken heb, contact met hem had, zal geweest zijn in 1976, denk ik. Ja, ja, hij was absoluut zeer zeker een vaderfiguur voor mij, zowel toen ik nog op de academie zat als daarna. Ik heb veel aan hem te danken. Dat is ontegenzeggelijk een feit. En de afbeelding waarmee ik hem wil eren is een klein etsplaatje, een proef etsplaatje voor een aquatint die op mijn atelier lag, waar hij mij ooit bezocht. En hij heeft daar toen met een potlood, bijna niet zeg maar, vier vogels opgetekend. En dat heb ik dus nu zo net even overgetrokken met een pen, anders dan was het niet of bijna niet te zien. Ja, dus een heel klein etsplaatje in feite, waarmee ik hem dus wil eren, zeg maar. Dus dit kleine zinkplaatje, een testplaatje voor aquatinten te maken, dat heb ik altijd heel zorgvuldig bewaard met de vier vogels die hij er optekende destijds ooit eens op mijn atelier in Rotterdam op de Molenwaterweg 24. Het gebouw helaas bestaat niet meer, maar daar heeft hij mij dus toen bezocht op dat atelier. Kortom, ik denk zeer zeker met liefde aan hem terug. Ja, hij was een, nogmaals een vaderfiguur. Ik kon meerdere keren langskomen voor advies in het algemeen. Hè? Ja, dus dat, dat zinkplaatje is dus het enige tastbare herinnering aan hem, wat ik gelukkig al die jaren heb bewaard, bij me heb gehouden. En het ligt altijd op een van mijn bureaus. Zo van, dit mag je niet weggooien, absoluut niet. Nog bedankt Edwin Engels, nog bedankt voor alle hulp en advies.